En ik moet echt heel veel lopen vandaag, maar dat vertel ik zo. Maar goed, wij zijn weer aan onze mentale wandel. Oeh, kijk. Ik zie, oh, Snuf! Snuffy! Je drinkt bier! Je moet even dat doosje van tafel pakken en we moeten die dingetjes zo nog doen. Goedemorgen, we beginnen de dag met de outfit van vandaag. Ik heb deze trui aan van Face 8, broek Levi's, Mount High en Guess Sneaker Wedges. En ik heb deze nieuwe oorbelletjes in van Miss Soma. Deze vind ik heel fijn, moet eigenlijk nog een oorbelletje bij, maar dat was even te lui voor. We zijn heel goed op tijd klaar voor school, alleen wil ik nog even wat dingetjes doen met de tijd. En dan moet ik wel gaan opschieten. Nu even tijd voor een banaantje. En wij zijn gezellig om de weg naar school. En ik moet echt heel veel lopen vandaag, maar dat vertel ik zo. Ja, ze heeft een nageltje gescheurd aan mijn teen. Dus die is heel kort afgescheurd daardoor. Dus dat is wel gevoelig. Heel snel één theetje. Eigenlijk moet ik geen thee drinken, want ik moet zo heel veel buiten zijn. Maar ik kan het toch niet laten. Dus ik hou me wel netjes bij één. Die is nu nog heet, dus ik ruim even wat dingetjes op in huis. Oh, ik heb eindelijk een goede datum voor Sarah de boekbespreking. Die moet ik wel even aan mijn agenda zetten voor het weer vergeten. Maar eerst kreeg ik een datum op de Pasen. Dat was niet handig, want dan is de school dicht. Toen kreeg ik een datum. En toen was het meivakantie. Dus dat was ook niet handig, want dan is de school wederom natuurlijk dicht. Dus nu hebben een nieuwe datum en dat is de dag na Pinksteren. En dat gaat dus wel alleen deze gebeurtenis aanpassen. Oké, die staat erin. En dan zo bij vandaag. Ga ik even heel snel wat doen en dan even mijn thee drinken. En dan ga ik zo weer de deur uit. Ik ben aan het wandelen met Denise. Hallo. En we liepen langs boekkast, dus ik loop van mijn boeken te sjouwen. Maar ja, als je langs loopt en er staat wat, dan is dat wel handig. En we zijn weer huisjes aan het kijken. Vinden we altijd leuk. Elke keer zijn we hetzelfde huis aan het kijken en toch blijft het leuk. Vind dat een andere route lopen misschien. Ja, hier beneden ben ik ook wel benieuwd naar die nieuwe. Dan kunnen we misschien voor de kerst doorlopen. Dat kan. Ik ben benieuwd wat er staat. Dat hebben we nog nooit gedaan. Maar alsnog, ik vind huizen kijken gewoon leuk. Kijk, mooie kippen. Kippies. Kijk, het zijn echt een mooie kip ook. Die is echt mooi. Heb je die daar, die plofkip gezien? Zo! Kijk, dat is echt, echt een plofkip. Wauw. Hij is echt groot. Dat is niet echt een plofkip, een plofkip. Nou, nee, het is geen plofkip, maar een plofkip. Ja. Een plofkip? Een plofkip. Ja. Maar goed, wij zijn weer aan onze mentale wandel. Ja. Dit is mentale gymnastiek en lichaamsbeweging. Dus, want we willen weer vaker gaan lopen, alleen het werd slechte weer. Toen zijn we er eigenlijk een beetje mee gestopt. Maar je kan niet echt sporten nu, dus ik vind het wel prettig. En we kunnen heel veel kletsen ondertussen, dus dat is ook heel goed. We gaan niet hard lopen. Nee, je hebt er ook een kwam. Ik ga niet hard lopen. Nee, jij doet niet aan. Maar ik ga het ook hard lopen. Ik zou daar naartoe lopen. Ja, als ik maar op tijd daar terug ben. Ja, dan loop ik een stukje daarheen. Dat is wel nieuw. Oh, dan gaan we naar de video. Ik bots tegen jou. Kijk, we hebben nu een paar vind je het romantisch. Ja, we hebben hier een paadje. Ik zat eerst te denken, gingen we hier naartoe. Maar we zien hier nu een paadje. In ieder geval Denise zag hem. Oh, kijk, een zwaan. Houd niet van. Ja, zo wel. Ja. Zo vind ik hem prima. Hij moet niet voor mijn neus staan, dan vind ik hem iets minder leuk. Wat is wel een leuk paadje dit. Maar dan komen we volgens mij wel op hetzelfde punt dadelijk uit als waar we normaal uitkomen. Alleen ja, we lopen achterlangs. Ja, een beetje, maar wel die richting. Dus dat is wel leuk. Huis van de andere kant af. Oh ja, dat is wel leuk. We kunnen nu. Ja, dit is een stuk minder aantrekkelijk zo. Dit zijn alle schuren achter de huizen die we bekijken. Schuttingen. Ja. Nee, dan is de huizen vanaf de andere kant leuker. Kijk, we zien konijntjes zitten. Oh, kom, gaan we proberen dichterbij te komen.
Oké, we zijn net dichtstbij op het pad, dus ik ga kijken of ik ze kan filmen. Er zit wel een sloot tussen, maar ik heb echt het gevoel dat ze zo keihard gaan wegrennen. Ja, zie je? Daar gaat hij, daar gaan ze. Zo, ze rennen hard. Ja, hè? Ja. Hij is al echt bijna aan de andere kant van het veld, joh. En die andere, die blijft wat dichterbij. Ah, kijk hoe mooi het hier is. Ik vind het echt leuk. Ik ben weer thuis. En we hebben echt een goede anderhalf uur gelopen. Ik heb ook echt al heel veel stappen gezet. Nee, eerst mijn jas uit. Oh, het is echt lekker weer buiten. Met je jas aan, maar wel echt lekker. Maar als je dan binnenkomt met die jas aan, zeker als je flink gelopen hebt, is het echt gewoon zo verschrikkelijk heet. Oeh, kijk. Super veel stappen gelopen. Ver over mijn 10.000 stappen en het is nog ochtend. Dus dat was de bedoeling. En ik zou vandaag al 1122 calorieën hebben verbrand. En ik heb vandaag de Nies wat iets minder, want ik ben natuurlijk ook naar school gelopen. Maar ik zit al op de 9,24 kilometer vandaag. Dus, oh, en ik ben in totaal, wat ik mijn telefoon op me droeg, ben ik al 2 uur en 3 minuten actief. Echt actief bezig geweest. Dat is dus met school erbij. Ik heb wel echt even dorst en honger. Ik moet over 3 kwartier naar school. Dus als ik nu thee zet, ga ik dat nog redden. En ik had allemaal dingen al klaargezet. Dus ik had het eten al klaargezet. In ieder geval, ik had een pan hier met aardappels. Want we eten stampot. Ik heb de stofzuiger wel gewoon neergezet. Niet dat ik er iets al mee gedaan heb. Maar ik heb overal al alles wat ik moest doen wel voorbereid staan. Dus dat kan ik dan heel makkelijk één voor één stapjes even ronden. Kijk, aardappels met een mes en een schiller. Alles ligt al klaar. Dus ik ga nu even je aardappels schillen en dan thee zetten. Dan heb ik dat allebei gedaan. Ik weer de volgende wandeling. Ik ben onderweg naar school. Oh, hi! Hi! Hey, laat het vallen. Het laat je vallen. Ik hoorde ook iets vallen. Ja. Oh, Snuf! Snuffy! Hi! Oh, daar zijn alle kindjes helemaal blij. Ik ben een beetje aan het trainen, want Snuff vindt autorijden niet zo leuk. Dus oh, dit moet even oefenen. Gezellig. En dan wint hij een beetje. Ja. Snuffy met z'n wilde vacht. Dit is echt de liefste hond ooit. Hi! De camera Hi. Is ook lief. Ja! Ik heb, oh, ze rent expres weg. Ze heeft een gekke bui. Ik heb mijn kleine voor me opgehaald. En we gaan lekker naar huis even lunchen. Oh nee, ik had niet verwacht dat jij verstopt was. Oké, doei. Ga ik alleen eten. Je hebt snoepjes gekocht, die eet ik wel alleen op. Doei. Kijk hoe lang het duurt. Komt ze stiekem. Vroeger als ik wegliep, zei ze, mama. Maar nu is het stiekem. Ik had je niet gehoord. Ja. Het was net zo verschrikkelijke herrie thuis dat ik eigenlijk niet meer heb gefilmd. Er wordt zoveel geslepen in de tuin. En dat maakt zo lawaai. Maar goed, ik heb wel allemaal dingetjes al gedaan. Het is hier echt nog steeds een ontplofte boel. Ik ga nu koken. Marco die is pas later thuis. Dus ik eet met zijn samen. Ik kook wel voor hem dat als hij thuis komt, dat hij een bordje kan opscheppen. Dat dan wel. Oh, en ik heb weer zo'n dip. Echt. Dat ik echt denk, ik wil gewoon nu naar bed. Echt elke keer rond dat ik moet gaan koken, denk ik. Ik wil slapen. Ik weet echt niet wat er aan de hand is. En ja, misschien vandaag omdat ik al echt heel veel heb gedaan. Ik ben aardig fanatiek geweest natuurlijk. Maar het is echt, zeg maar, normaal. Zo moe. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Maar goed. Ik ga dit allemaal even doen. Even opzetten. En we gaan zo ook moestuintjes doen. Dat moet ik niet vergeten. Want we wilden eerst alleen maar tegels. Maar er waren een paar tegels gebroken in de tuin. Dus we hadden net iets minder tegels. Nu hadden we gekeken om bij te bestellen. Maar de bezorgkosten zijn dusdanig hoog. Dat voor een paar tegels. Ja, dan zouden die tegels geloof ik op €80 de stuk uitkomen. Dat vonden we net een beetje te gek. Dus, want we moesten dan, nee, wat was het nou? Het was €140 verzend, of bezorgkosten. En je moet per 30 bestellen.
En dan komen we dus op heel, heel hoog bedrag. En voor wat we nodig hebben, komen we dan op 80 euro per tegel. En dat voor die paar tegels vonden we niet helemaal de bedoeling. Dus dat gaan we niet doen. En dat hebben we anders opgelost. Dus nu komt er aan de zijkant een plantenbak. Want daar hadden we eigenlijk nog stenen voor liggen die we niet zouden gebruiken. Iets heel anders. Maar daar maken we nu een plantenbak van. En dat scheelt dan 2 tegels. In ieder geval 4 halve tegels. Die geslepen moeten worden, maar die met die andere niet goed geslepen mee konden worden. En het pad achter hadden we dan 6 tegels voor nodig. En daar gaan we grind. En dan leggen we een rond siersteentje of zo in dat grind. Voor het pad uit de tuin. En dan kunnen we er een beetje mee spelen. Want dan kan je ook wat anders erin leggen. Wat we gewoon hier in de buurt of zo kunnen halen. En dan hebben we wel een pad. Marco wilde alleen grind. Ik zeg nee, ik loop op mijn hakken. Ik wil niet alleen grind. Want ik wil, als ik mijn hakken heb, aan heb, gewoon door de tuin kunnen lopen. En met de pump trap je hem nog even uit, zeg maar. Maar als je een ingewikkelde laars aan hebt, ja, dan kan ik hier niet normaal lopen. Ik zeg, dat wil ik niet. Niet in mijn eigen tuin. Het is wel te doen, maar het is niet fijn. Dus ik wil niet mijn eigen tuin zo inrichten. Dus dat hebben we wel verzonnen. De plantenbak wordt nu, als het goed is, een heel stuk gemaakt. En ik hoop dat ik er op tijd aan denk. Want ik denk er wel elke keer aan om het te laten zien. Alleen dan is dat donker en dan kan je het dus niet goed meer zien. Dus ik hoop dat ik er vandaag aan denk. En anders laat ik het morgen of overmorgen of iets zien. Dat komt wel goed. Ik ben nog steeds zo blij. Oh, de stoel komt helemaal uit van het stampen. Maar goed, ik ben dus zo verschrikkelijk blij. Werkt niet echt. Dat ik weer een nieuwe stamper heb. Yay! Sarah die gaat vandaag aan het bier. Maar dit bier mag. Dit is lekker. Dit is geen bier. Ja? Dit is echt bier? Maar het is alcoholvrij bier. Alcoholvrij fruitbier. Kijk maar. Bavaria 0.0 alcoholvrij rosé. Fruity rosé. Even kijken of het ergens op staat. Ook letterlijk het woord bier. Maar iedereen die Bavaria kent. Oh hier. Alcoholvrij bier met rode vruchtensmaak. Kijk, hier in de schuine letters. Zie je? Zie je het staan? Alcoholvrij bier met rode vruchten. Je drinkt bier! Maar het smaakt als limonade. Wij hebben een gegeten. En het was heel gezellig. Sira zat er ook bij aan tafel. Maar daarvan heb ik geen toestemming dat ze in beeld mag komen. Dus die heb ik uit beeld gehouden. Oh, je moet even dat doosje van tafel pakken. En we moeten die dingetjes zo nog doen. Maar eerst dat doosje. Dat was ik al bijna weer vergeten. En dat had ik je ook nog niet verteld. Kom er maar hier mee. Dit is voor mij. Waarom denk je dat? Nou, zomaar. Nou, oh, misschien is het wel voor mij. Ik denk dat het voor mij is. Moet je maar even kijken. Kijk maar. Ik denk het zomaar, hè. Een broek? Nee, het is geen broek. Maar dit is een maat? S. Dus voor wie is het dan? Geen idee. Wie heeft de maat S? Geen idee. Wat heb jij voor maat? Geen idee. Je weet wel welke maat je hebt. Geen idee. Maat 100. 2. Maat 2. En 20. Maar ik kan hem wel dragen. Ja. Laat hem eens zien. Laat hem eens zien. Hoe vind je die? Leuk. Ik heb een maat S. Nee, de ijs van Benetton. En Benetton, kijk. Dat kan je hier zien. Kijk. 120 centimeter. Dus eigenlijk het dichtst bij de 122 is een maat S. Ik denk wel dat hij nog iets te groot is. Ik weet eigenlijk niet of de elastiek extra aan de binnenkant zit. Of je hem nog kan stellen. Kijken. Sorry, maar ik ga even dat wat doen. Het zou kunnen. Ja, dan hou ik dat even uit beeld. Kijken. Moet je niet even aanduwen. Dan staat de camera nu op mijn knie. Als jij niet duwt, gaat dat heel goed. Maar je kan hem niet extra strak maken. Dit zijn wel drukknoopjes, dus je kan hem wel makkelijker aan uit. Ik twijfel of die goed is. Hier, kom hem laten staan. Nou, hij is nog een beetje groot, maar ze heeft nog zo'n soort rokje wat wel past. Nou, je ziet vooral hier aan de zijkant dat hij echt nog... Kijk, zie je? Hij is echt nog wel te groot. Maar die bewaren we wel. Daar kom je vanzelf wel in. Vind je hem leuk? Ja. Ja, vast dat andere rokje niet meer past. Ja, hij is uit beeld. Bedankt. Zo, kom beneden. Het is gewoon echt al helemaal donker hier. Buiten schemerig.
Oh, wat ging ik doen? Oh ja, de waterkoker aan. Echt, ik krijg mijn huis ook niet op orde. Het is chaos. Maar ik moet zeggen dat ik er gewoon even geen zin in heb. Ik ben wel heel erg bezig dat ik de tuin heel netjes wil. Oh. Maar ik heb even de motivatie niet. Ik heb wel nog gestofzuigd en zo vandaag dat wel. Maar ik krijg de puinhoop er niet uit op de een of andere manier. En elke keer ben ik bezig en dan krijg ik het toch niet af. En ik heb echt zoiets. Ja. Ik zet me daar gewoon niet toe. Dus ik ga nu thee drinken. En ik moet eigenlijk editen. Maar ik ben echt moe. Wat ik net al zei, tijdens het koken. Maar ik moet er van video van... Zo, ik kom lekker uit mijn woorden gelijk. Ik moet de video van gisteren nog renderen. Dus ik denk dat ik mijn computer misschien aanzet, dat ik die laat renderen. En dat ik dan tussendoor gewoon even mijn ogen dicht doe of zo. Nu Marco er nog niet is. Maar ik weet ook niet hoe laat hij thuis komt. What to do, what to do. Ah, zo stom. Weer die moestuintjes gegeten. Marco kwam net thuis. En die is eigenlijk gelijk in bad gegaan. Ik ben nu thee voor mezelf aan het zetten. En ik dacht dat ik klaar was met de koelkast. Maar toen kwam ik erachter dat ik in de deur het onderste rekje, waar dus de grote flessen en pakken zeg maar in staan, dat die nog niet was geweest. Dus die zit nu ook in de vaatwasser. En dat betekent dat ik nog niet mijn aanrecht kan hegeruimen. Want ik mis dus nu ruimte. En dat staat tussen alle andere dingen nu los. En de vaatwasser is ook nog niet vol. Echt maar voor de helft. Misschien nog niet eens. Nee, nog niet eens. Dus die kan, ja, ik kan hem wel aanzetten, maar dat vind ik een beetje zonde. Dus ik wou dat ik mijn koelkast nog niet af kan maken. Want ik wilde eigenlijk de rommel wel graag weg hebben. Ik weet niet wat ik wilde gaan doen. Even wachten tot mijn laptop klaar is. Dan kan ik die eens opruimen. Oh, dat duurt nog 3 kwartier. Dus ik ga even voor de tv hangen. Ik ben nog steeds moe. Ik kon trouwens echt niet slapen. Ik heb het echt heel even geprobeerd en toen ben ik achter de laptop gegaan. Het moet niet gek worden. Ik ga helemaal op tijd naar bed. Want het is 11:45. En ik zet het in de vaatwasser en dan ga ik al naar boven. Dus dat is echt lang geleden dat ik zo vroeg naar bed ging. Maar ik ben er gewoon klaar mee voor vandaag. Ik slaap laatst ook weer redelijk slecht. En veel aan mijn hoofd. En sowieso is het een talent van mij om niet heel goed te slapen. Altijd al gedaan. Dus ik ga snel de vlog afsluiten en lekker mijn bed in. Ik wil je nog wel bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei!